untuk lanjutkan kita orang punya acara ofisial ini, kita mengundang kabinet atas pimpinan dari Mr. John Makilete untuk naik ke panggung. Anggota kabinet Syamiru naik ke panggung. Kita serahkan pada komandan untuk teruskan upacara ini dengan penaikan bendera. Beta mengundang para hadirin semua, ik nodig u allen uit om op te staan. Sementara bendera dinaikkan, kami menyanyi dari lagu Tanah Air, Maluku Tanah Airku, ayat yang pertama. Maluku Tanah Selamat hari
proklamasi kemerdekaan Maluku Selatan, memenuhi kemauan yang sungguh, tuntutan dan desakan rakyat Maluku Selatan, maka dengan ini kami proklamir kemerdekaan Maluku Selatan de facto dan de jure, yang berbentuk republik, lepas daripada segala perhubungan ketatanegaraan negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat beralasan negara Indonesia Timur sudah tidak sanggup mempertahankan kedudukannya sebagai negara bahagian selaras dengan peraturan-peraturan muktamar dan pasar yang masih syah berlaku, juga sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan tertanggal 11 Maret tahun 1947. Sedang Republik Indonesia Serikat sudah bertindak bertentangan dengan keputusan-keputusan Konferensi Meja Bundar dan Undang-Undang Dasarnya sendiri. Ambon 25 April tahun 1950, Pemerintah Maluku Selatan J.H. Manuhutu A. Wairisal Onafhankelijkheidsverklaring Zuid-Moluken. Ter voldoening aan de waarachtige wil, eis en aandrang van het volk der Zuid-Moluken, proclameren wij hierbij de onafhankelijkheid, de facto en de jure, der Zuid-Moluken als een republiek, los van elke staatkundige betrekking met de staat Oost-Indonesië en de Verenigde Staten van Indonesië. Op grond van het feit dat de deelstaat Oost-Indonesië niet in staat is zich als deelstaat te handhaven, in overeenstemming met de regelingen van de Denpasar Conferentie, die nog wettig van kracht zijn, alsmede in overeenstemming met het besluit van de Zuid-Molukkenraad van 11 maart 1947, terwijl voorts de regering van de Verenigde Staten van Indonesië gehandeld heeft in strijd met de Ronde Tafel Conferentie overeenkomsten en haar eigen grondwet. Ambon, 25 april 1950. Was getekend de regering van de Zuid-Molukken J.H. Manuhutu A. Wairisal. Kami arahkan kami punya fikiran dan kami berdiam satu menit. Kami arahkan kami punya fikiran kepada kekasih-kekasih kami, pejuang-pejuang kami yang telah gugur, maupun di tanah Belanda maupun di tanah air. Kami memperingati kami punya orang tetua, kami memperingati kami punya orang bersaudara yang juga telah kurban, meskipun kecil, tetapi kami memperingati semua. Untuk ini kami berdiam satu menit. Wij willen één minuut stilte in acht nemen om onze strijdmakers te herdenken, onze ouderen, onze geliefde broeders en zusters, hoe klein ook een bijdrage is geweest voor de RMS, wij willen hen gedenken met één minuut stilte. En daarna wordt de last post gedraaid. Wij nemen een minuut stilte in acht.
Terima kasih. Dipersilahkan duduk. Pemerintah juga dipersilahkan ambil tempat. Sekretaris Partai. Para hadirin, ketorang nyanyi bersama-sama lagu Potong Kayu. Ini adalah kiat yang ketorang usaha buat nyanyi. Kemarin ik heb er iets bij opgevonden. Er staat een groep klaar, Somalai dari Twello. Mereka yang menyanyi sama-sama dengan ketorang. Dus dan kunnen we nu uit volle borst zingen. En di bawah pimpinan dari grup Somalai, ketorang nyanyi lagu Potong Kayu. Potong kayu, potong kayu, kata mu.
Chill Group Somalai dari Velo yang dapat pimpin ini nyanyian, lalu ketumkan nyanyikan sama-sama dengan akan bagus sekali. Memang ada kata separuh yang tidak klop tenit helemaal dengan ini, maar ketumtuk nyanyi dengan akan bagus in vergelijking met afgelopen jaar. Toch? Goed. Kita mengundang kepala negara untuk datang di panggung. Pidato untuk kami. Saudara-saudari yang terhormat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tamu-tamu, Nanya Semokil, Haji Lesi dan istri, Tuan Bilinga, Tuan Flapper, dan banyak lagi tamu yang beta saya sebutkan tapi juga ada pada hari ini. Atas nama pemerintah Republik Maluku Selatan, beta ucapkan selamat datang di perayaan proklamasi Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April tahun 50. Geachte aanwezigen, landgenoten, in het bijzonder onze speciale gasten, Nanya Semokil, Haji Lesi en zijn echtgenoten, de heer Wielinga en andere vertegenwoordigers van kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Ik heet u allen namens de RMS-regering van harte welkom op deze viering van de 67e proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken, geproclameerd op 25 april 1950. Minna! Het thema van deze herdenking is net door de voorzitter van het comité al aangegeven. We gaan het vandaag met name hebben over het leggen van een fundament, het verstevigen van het fundament voor de toekomst. Ik zal daar later nog op ingaan. Maar voordat ik daaraan toekom, wil ik een aantal andere punten aan de orde stellen. Te beginnen met het volgende. Pertama betamau taruperatian kepada kepulangan Louis Lodewijk Johannes Tutahatenewa, President yang keempat dari Republik Maluku Selatan, meninggal pada tanggal 22 Oktober tahun kemarin, tahun 2016. Kami telah kehilangan seorang pemimpin besar. Dan dengan meninggalnya, itu ada satu kerugian besar juga. Pada perayaan yang terakhir, antua sama dengan almarhum Eti Apono masih ada datang di sini juga. Dr. Tutahatenewa berharga besar sekali sebagai Presiden RMS. Dengan ini beta mengingatkan saudara-saudari bahwa ketika Dr. Tutahatenewa pada tahun 1930 mengganti Insinyur Menisangan sebagai Presiden, RMS ada dalam keadaan yang bisa dinamakan krisis. Dan yang lebih susah lagi ialah perang antara saudara-saudara di Maluku terjadi pada tahun 1909. Beta harus memberitahukan saudara-saudara bahwa justru dalam periode ini rasa hormat beta untuk Dr. Hatenewa lebih bertumbuh karena dia tidak rasa akan terganggu. Ia melanjutkan tugasnya sebagai presiden dengan caranya sendiri. Yang RMS sekarang berdiri tegak, lebih kuat dari dulu. Itulah ada jasa besar dari Dr. Tutahatenewa. Disesalkan sekali bahwa ternyata yang banyak di antara kita tidak hadir pada perpisahan Dr. Tutahatenewa, seorang pemimpin besar dari RMS, satu presiden yang lebih dari 17 tahun berjasa besar untuk Nusa dan bangsa. Sebenarnya ia harus terima perpisahan yang patut. Sangat sekali bangsa yang mungkin sudah lupa beliau punya jasa untuk Nusa dan bangsa. Hal ini menyenangkan hati beta yang pada hari ini dalam semangat kata-kata
Dr. Tutatinewa, kalau beliau selalu mengatakan, ingat kita melanjutkan perjuangan ini dan tidak boleh menyerah. Ik heb net kort stilgestaan bij het overlijden van Dr. Tutatinewa. Hij is op 22 oktober 2016 overleden. Met het heengaan van Dr. Tutatinewa hebben wij een groot leider verloren. Op de laatste viering, vorig jaar, was hij hier nog aanwezig met de heer Etty Apono. Dr. Tutatinewa is voor de RMS-strijd van grote betekenis geweest. Ik roep u in herinnering dat op het moment dat Dr. Tutatinewa het presidentschap van ingenieur Manosama heeft overgenomen in 1993, de RMS eigenlijk in een crisissituatie verkeerde. Het ging toen niet echt goed met alle organisaties. Ook binnen de RMS-regering zelf waren allerlei problemen, et cetera. En ten overvloed van ramp brak er ook nog in 1999 een oorlog uit in de Molukken. En ik moet u zeggen dat juist in die periode mijn respect voor het leiderschap van Dr. Tutatinewa enorm is gegroeid. Hij liet zich niet van de wijs brengen, ondanks de kritiek die op hem af werd gevuurd. Hij is onverstoorbaar verder gegaan met het op zijn manier leiding geven aan de strijd. En het feit dat de RMS op dit moment recht overeind staat en sterker is dan voorheen het geval is geweest, is mede de grote verdienste geweest van Dr. Tutatinewa. Het is dan ook spijtig dat ik moet constateren dat velen onder ons het hebben laten afweten bij het afscheid van Dr. Tutatinewa. Een leider, een groot leider van RMS, een president die meer dan 17 jaar leiding heeft gegeven aan zijn land en volk, had een waardiger afscheid moeten krijgen dan is gebeurd. Het doet mij nou deugd dat ik vandaag in de geest van Dr. Tutatinewa, die altijd luidde, denk erom, we gaan door en we geven niet op, kan vertellen dat we langzaamaan stappen gaan zetten naar het einddoel, namelijk het winnen van de vrijheid van het Zuid-Molukse volk, zoals neergelegd in de proclamatie van 25 april 1950. Er zijn een aantal andere punten die ik moet benoemen. Onder andere het feit dat de Wakil-president, de vice-president, Dr. Anders Willem-Victor Sopakua, het kabinet heeft verlaten met ingang van 6 oktober 2016. Ik betreur zijn vertrek. Uit de ontslagbrief van de heer Sopakua blijkt dat hij op meerdere punten het niet eens is met het beleid. Althans, ook de wijze waarop die leiding wordt gegeven. En dat is natuurlijk zijn goed recht. Ik heb zijn beslissing om af te treden dan ook te respecteren. Hoe spijtig ik zijn optreden heb ook moeten ervaren. Dit laatste neemt niet weg dat ik vanuit deze plaats mijn dank wil uitspreken voor al datgene wat de heer Sopakua in de periode dat hij nog minister was en later Wakil Kepala Negara voor de strijd heeft gedaan. Hij heeft jarenlang zich op zijn manier ingezet en ik denk dat wij hem hier dankbaar voor moeten zijn. Het vertrek van de heer Sopakua als vicepresident heeft ertoe geleid dat ik heb besloten om mevrouw Trien Salusa tot tijdelijk waarnemend vicepresident te benoemen. Verder zal het RMS-kabinet worden versterkt met de heer Umasanti. De beëdiging van zijn benoeming zal straks plaatsvinden. De heer Santi is voor de RMS geen onbekende. Hij zal de functie van minister van Buitenlandse Zaken gaan vervullen. Wij heten hem van harte welkom en spreken de hoop uit en het vertrouwen dat de heer Santi zich volledig zal gaan inzetten zijn taak als minister van Buitenlandse Zaken naar beste kunnen te kunnen uitvoeren. Satohal Yampenting untuk menyebutkan adalah bahwa Dr. Anders Sopakua telah meletakkan jabatannya selaku Wakil Presiden Republik Maluku Selatan mulai daripada tanggal 6 Oktober tahun lalu. Beta sendiri merasa menyesal Tuan Paduka Sopakua meletakkan jabatannya. Tetapi dari sebelah lain, beta harus juga menghormati putusan Tuan Paduka Sopakua. Meskipun begitu, beta minta terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Sopakua karena beta tahu yang antua sendiri banyak kerja untuk perjuangan RMS. Sekuat-kuatnya bekerja bertahun-tahun dan juga ada berhasilnya cukup. Oleh karena Tuan Sopakua meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden, beta ambil putusan bahwa anggota kabinet Nonya Trien Salusa untuk sementara berfungsi juga selaku Presiden Wakil. Seterusnya, Tuan Paduka Umasanti menjadi anggota pemerintah RMS yang baru. Tuan Paduka
Santi bukan baru dalam kalangan RMS. Tuan Paduka Santi punya jabatan adalah Menteri Luar Negeri. Dan beta yakin bahwa Tuan Paduka Santi melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan baik. Beta kembali sampaikan kepada Tuan Santi, selamat bekerja, selamat bertugas yang berat ini dan semoga bersukses. Na deze huishoudelijke mededeling zal ik maar zeggen, wil ik u in kort vertellen wat er verder aan activiteiten zijn verricht in de afgelopen periode. Vorig jaar heb ik aangekondigd dat wij hoe dan ook moeten proberen om de komende 5 jaar stappen te gaan zetten. Het thema toen was vizier op de toekomst. Ik heb u verteld dat er een zogenaamd breed overleg is ontstaan waarin verschillende groepen participeren. We hebben allemaal de handen in elkaar geslagen en we zijn aan de slag gegaan. De aanwezigheid vandaag ook vertegenwoordigers van dit overleg bevestigt dat wij op de goede weg zijn. Het overleg begint zijn vruchten af te werpen. Nog niet veel, maar wel het begin ervan is er. Nog beter nieuws is dat intussen een delegatie van de RMS-regering en het breed overleg in de maand oktober 2016 een bezoek heeft gebracht aan Vanuatu. Dus Vanuatu is een eiland in de Pacific. De delegatie bestond uit het hoofd van de staf, de heer Krams Nigulu, meester Bad Bernard en een vertegenwoordiging uit Maluku, Boem Moses Tuanakota. Deze missie, een verkennende missie, is vruchtbaar geweest. De delegatie heeft in een aantal dagen met veel prominente leiders in Vanuatu kunnen spreken. Vertegenwoordigers van verschillende politieke, maatschappelijke en kerkelijke organisaties. Maar met name van groot belang voor deze missie was de participatie, de deelname van een afgezend van de RMS rechtstreeks uit Maluku. En dat heeft ook op onze gesprekspartners in Vanuatu veel indruk gemaakt. De basis voor een verdere samenwerking met Vanuatu is gelegd. Met name ook het feit dat de RMS niet een separatistische beweging is of een beweging is die streeft naar onafhankelijkheid, maar een bestaande staat is, heeft bij de gesprekspartners in Vanuatu veel indruk gemaakt. De bereidheid van de Vanuatu om de RMS te steunen is aanwezig. Zij verwachten ons spoedig. En dat betekent dus niet over 5 jaar, maar op korte termijn. We zullen deze kans samen moeten grijpen. Britta Janlijn, Jan Lippenbijk, Iela, Cementari Itu, delegatie der Pemberente RMS, Minkan Jungi Vanuatu, Dalam Bulan Oktober, Taun Lalu. Delegatie Ini Tadiri dari Kepala Staf, Tuan Nikiyulu, Mr. Bad Bernard, dan perwakilan dari Maluku, Bung Moses Tuan Nakota. Delegatie selama misi ini berorientasi, hanya dalam berapa hari saja, dapat dibicarakan dengan banyak pemimpin prominent di Vanuatu. Perwakilan dari berbagai organisasi politik, agama, masyarakat, itu dapat bicarakan sama-sama. Tapi yang penting sekali adalah juga ada yang bagian juga dari misi itu adalah ketumpunya orang dari Maluku. Itu sangat membilang satu hasil yang cukup bagus. Kan itu pertama kali baru ketum bisa bilang yang satu pemimpin dari tanah air RMS turut dalam lobby internasional. Dan juga itu sangat diterimakan dengan baik di Vanuatu. Misi ini bisa dianggap sukses. Vanuatu bersedia untuk mendukung RMS. Mereka menantikan kami selekas mungkin kembali. Itu bukan berarti 5 tahun lagi, tapi selekas mungkin. Kita harus pegang kesempatan ini. Kita dulu pernah bilang bahwa perjuangan RMS hanya bisa berhasil jika Maluku bergerak. Juga tahun ini telah kami berlangkah ke muka. Atas perintah pemerintah RMS diadakan perundingan di Maluku. Di sana adakan pertemuan dan membicarakan dengan sejumlah besar orang yang memiliki posisi-posisi penting. Orang dengan latar belakang berbeda. Ada di antaranya simpatisan RMS, ada yang bukan atau belum. Kesadaran bahwa Maluku harus bergerak dan harus ada gerakan sivil yang sangat itulah sangat penting.
itu juga diterima oleh ketua punya kawan-kawan di Maluku. Satu titik juga yang penting, bahwa perjuangan itu harus dijalankan atas dasar bertanggung jawab bersama. Karena dulu kita bisa bilang perjuangan ini dipimpin oleh pemerintah RMS dan ada organisasi-organisasi yang ada di Belanda. Dan di Maluku saja ya, dapat perintah untuk bikin ini atau bikin itu. Juga sekali-sekali ada usul-usul dari Maluku untuk menjalankan kegiatan, tapi banyak diatur dari luar. Mau bilang dalam belayat yang baru ini, ketua juga sudah setuju dengan ketua punya kawan-kawan perjuangan di Maluku, bahwa perjuangan inilah ada bertanggung jawab sama-sama. Berarti di mana ketua bergerak, Maluku harus ada. Kalau ada lobby internasional, maupun di PBB di New York, maupun di Geneva, maupun delegasi berangkat ke Pasifik, harus ada anggota-anggota dari Maluku turut. Memang mungkin itu bicara gampang, tapi kalau tidak ada dengar suara dari Maluku, tidak ada partisipasi aktif dari Maluku, itu perjuangan sia-sia. Karena selalu di luar negeri ada tanya bagaimana dengan Maluku. Memang saudara-saudara itu pemerintah RMS berdiam di Belanda, tapi kita sih lihat ada juga perwakilan dari Maluku sendiri dan ada turut. Dus daar ligt een grote uitdaging om Maluku te betrekken bij al onze activiteiten. Als het nu gaat om de internationale lobby of wat dan ook, Maluku zal daarin mee moeten doen. Ik heb u ook eerder verteld dat wil deze strijd verder tot succes leiden, Maluku in beweging moet komen. Dit jaar zijn de eerste stappen gezet. Ik heb het net in het Molukspaleis verteld. Dat betekent ook dat wij natuurlijk onze contacten met Maluku moeten verstevigen. In dat verband zijn natuurlijk in het verleden al vaak bijeenkomsten geweest. Maar ook recentelijk is er weer een ontmoeting geweest met vertegenwoordigers vanuit Maluku in Maluku. En dat zijn mensen die zowel al kunnen worden gerekend tot het RMS-nest, maar ook anderen die dat niet toe kunnen worden gerekend, maar wel andere belangen hebben en opkomen voor het belang van het volk in Maluku. Daarmee praten wij. Dat is belangrijk. De RMS moet zoeken naar gesprekspartners, moet zoeken naar samenwerkingspartners. En dat is erg belangrijk om de strijd verder invulling te kunnen geven. Dat betekent ook, en dat is een voorwaarde die we hebben gesteld richting Maluku, dat de verantwoordelijkheid voor de strijd samen moet worden gedragen. Dat wil zeggen dat ook in de uitvoering er betrokkenheid moet zijn. Dat geldt zowel voor de internationale lobby, het geldt ook voor straks onze activiteiten in de Pacific. Kortom, alles wat wij doen in het kader van de RMS, dat zal gebeuren met participatie van onze mensen uit Maluku. We gaan dus werken aan die participatie, we gaan werken aan die gedeelde verantwoordelijkheid. Omdat zonder die gedeelde verantwoordelijkheid, zonder die participatie van Maluku, het erg moeilijk gaat maken.